dat was het voor vandaag. Bijna 10 uur uitzending zit erop en we hopen dat u met plezier gekeken heeft. Morgenavond al is de Tros weer bij u terug met het televisiespel Het Dagboek van Anne Frank naar het gelijknamige boek. En om 11 uur morgenavond Tros Actua Esculaap en dat gaat dan over Cara. Tros Radio is natuurlijk ook morgen de hele dag op Hilversum 3. En hitgevoelig Nederland zit weer goed, want vanaf 2 uur 's middags zenden we de Tros Top 50 show uit. Dank voor het kijken en namens alle medewerkers hier in de studio wensen we u welterusten en graag tot morgen.